Burgemeester Peter Reewinkel plaatst voorlopig geen korte berichten meer op het sociale medium Twitter. De aanleiding is het getwitter rond het aftreden van PvdA-leider Job Cohen. Veel tweets waren volgens de burgemeester hard en ongenuanceerd. Reewinkel wil daarom even geen deel meer uitmaken van dit sociale medium. Reewinkel werd in 2010 nog gekozen tot de meest social burgemeester vanwege het gebruik van onder meer Twitter en Facebook. De universiteit gaat het illegaal uploaden van films en software aanpakken. Dat zegt de rug op de site tweakers.net. De rug wordt regelmatig op de vingers getikt door de stichting Brein, de copyright-waakhond. In studentenpanden zouden massaal films en software op het internet gezet worden, die door iedereen gratis te downloaden zijn. Voor het uploaden van dit materiaal wordt een zogeheten BitTorrent gebruikt. Deze torrents worden per 1 maart geblokkeerd bij studentenflats die aangesloten zijn op het bedrijvennetwerk van de rug. De werkzaamheden voor de bouw van een nieuw treinstation Europa Park liggen op schema. Dat zegt ProRail. De afgelopen week heeft de aannemer samen met de spoorbeheerder een nieuw stuk spoor gebouwd dat in de toekomst gebruikt gaat worden. Ook de contouren van het middenperon hebben de afgelopen week vorm gekregen. Vanaf morgen is er vanwege de bouw negen dagen geen treinverkeer mogelijk richting Assen. Veendam en Nieuweschans en het Duitse Leer. Er worden bussen ingezet. Er worden jaarlijks nog minder huizen gebouwd in de regio Groningen-Assen. Dat heeft de stuurgroep regio Groningen-Assen vanwege de economische recessie besloten. Het is de bedoeling dat er tussen de 1000 en 1500 woningen bijkomen. Dat waren er bijna 3000 en oorspronkelijk zelfs 3600. Diverse woningprojecten worden afgeblazen of er worden minder woningen gebouwd, zoals in de Groningenwijk Meerstad.